Goedemiddag. Zo, die mag daar naartoe. Ik heb, was om 8:30 al wakker opgewarmd hier binnen. Dus ik heb een keer zitten denken van ja, welke game gaan we nu spelen vandaag? We hebben ook diverse games die we dus eigenlijk zouden moeten spelen, maar moet je allemaal zo druk gaan maken. Oké. Okay. Anthony zal het ook wel zijn, dus dan moeten we weer even kijken of twee schepen voor elkaar kunnen kijken in de zak. Zo, luid, auw. Even kijken. Oké. Okay. Uitgebreid. Nee. Dat is die. De zeewolf was held. Ja, oké. Okay. Nee, dat is goed. Ik haat dat. Ik weet niet dat, ik weet niet waarom dat een dingetje is. Dit ook wel, denk ik. Hun club beta? Is dat Nederland, schijnbaar? Zeg. Oh. Hier waren wij de vorige keer bezig. Ja, die heb jij zeker, Mark. Die hebben wij samen gespeeld. Vrijdag barbecue van zakje. Dat had ik afgelopen vrijdag. Dat heb ik gemerkt zaterdag. Oh, wat heb ik afgezien? Zaterdagochtend toen ik moest werken. Even kijken, dat was die standaard waar we die diers en zo moesten schieten. Kijk, hier walwolf, hier bison, hier fox. Kijk, hier hebben we hier wel moes en beers. Dat klinkt al leuker. Oeh, en de sneeuw. Beer, moes, reindeer, links. Muskie. Oh! Oké. Afrika. We gaan naar Afrika. Avusheni, grandchild. Welcome home. I know it looks different than you remember. We've had some problems here at Voronga Savannah. I've watched the sun rise and set over this park for 45 years. I've seen miracles of life, wonders of nature you would not believe. Our family's roots here run deeper than the oldest baobab tree in the park. But after 45 years, I'm humble enough to admit I can't be senior warden forever. Droughts, disease, and poachers are a constant threat. My team and I have protected and saved countless species over the years. But after a streak of bad luck, our elephants and all but one rhino are gone. If we lose more animals, the state could shut us down. Okay. See? I'm not about to hand the keys to my office to just anyone. I want to keep the role of senior warden in my tribe. Preferably my family. So, grandchild, here you are, standing in the bush. You can protect Voronga. Save the animals who call this park home. Mend what has been broken. This will make our ancestors proud. Spiritually, physically, you're going to face the most difficult challenges of your life, but you can overcome them. I believe in your talent.
always have. Now, ready to prove Grandfather Njabulo right? Oké, okay. Ik kan me niks herinneren van zo'n campagne-achtig iets. You must have had a long flight, didn't you? Well, let's stretch your legs with some basics. You can finish these in any order you like. Okay. I'd start by reacquainting yourself with this area. Climb the nearest lookout tower. Take in the view, take note of your landmarks, and see if you can spot any wildlife. Then I'd go ahead and reopen the nearest outpost. We stopped keeping them up after last year's budget cuts. With your help, they'll make fine shelters again. Finally, show me your hunting skills. Track and harvest an animal of your choosing. I'll be judging the quality of your kill. Ik kan me helemaal niet herinneren dat er een campagne in zat. Maar Savannah plus campagne? Ik denk het. Ik weet dat er een beetje een tutorial in zat in die originele reservoir, maar... Het is een pain in the ass, een beetje rabbits winter. Ja, ik had die compound door. Dus even weinig keus waar je niet naar... You've got the hunter's sense. Follow those tracks. Wat? Ik sta nog niet in de wachttoren. Again, don't you? Africa, the land where people began. I knew you couldn't leave Voronga forever, grandchild. The day our family adopted you, I saw the fire in your eyes, and I said, that child is Noi. Mystical, magical. And now I know I'm right. The ancestors brought you back here on my behalf. Thank you for coming. You've still got those other jobs to do, right? Don't slack. Nou, daarheen. Okay, één is de gun, twee is de boog. Drie zijn werkkijkers. En vier is de boog. Okay.
het shelter ding openen. First of all, and facilities available. Kijk. Now you just have to do one more thing. Then I have a surprise for you. No, I'll spoil the surprise for you. It's more work. Such is the life, eh? That outpost is much more accommodating thanks to your handiwork. Thank you for fixing the place, grandchild. Oof. Savannah Water kost 12.000. Damn, you got over. If your backpack affects how well I can detect you. Oh, okay. Okay, that was fair. 20. Visibility in groen up to 200. Oké, goed. Weegt wel 6. Backpack, oké, is goed. En ik? Oh, het kost 5.000. Ja, dan maar. Geest. Dat heb ik niet. Oh, dat is inventory, dat is wakker. Dier. Het ligt 6. Ik kan er zo eentje halen. Ik hoor dat met 4 personen of zo, dat dan hier staat. Nee, 2. Oké. Ik heb alleen dat T-scoopje. Ja, de rest. Zal wel. Als ik hier staat. Nee. Daar hebben we eigenlijk niks aan. Tripod stand. 6, dus die kan ik sowieso niet meenemen. Oké. Dat is goed. Oh, hier op deze camp kan ik sowieso opslapen. Ik denk dat ik apart dadelijk op multiplayer sessie moet starten. Ga ik even vanuit als jij zover bent. Nou, kijk, daar gelukkig.
Dat is goed, jongen. Hier. Staat een vraagteken. Laten we daar eens gaan kijken. Ik zag net hier wel iets dat ik ook niet. Deze hol. Daar is niks. Oké. Deze kant beter is. We zien daar informatie en zo staat. Dus we in. Ja, staat daar. Dan gaan we weer eens deze gebruiken. Dan zal we weer geleden. Dan staan we ook rechts onderaan. Oh, hier hebben we in ieder geval allerlei tracks. Dus dat is in ieder geval een goed teken. Wherever you find a water hole, Ngalavenova, that's our friend the Warthog, won't be far. Warthog heads around here are getting crowded. That puts a lot of strain on the water supply in a reserve where water is not always abundant. Met andere woorden, die mogen we gewoon afzien. Very fresh. En wel fresh, dus nog wel wat huis deze kan erop dan. Hier zie ik niks, dus dat zal hem niet zijn. Is dat dat beest wat ik zag hebben? Die kleur eraan past of word ik correct? Nee, mooi. Ook die gas maar helemaal niks.
kaartje meer. Flauw. Kijk of deze rond er één is. Oké, dat zijn de andere tracks. Ik wou zeggen, zo ver ga ik het niet redden. Oké. I could not ask more of you. That was perfectly executed. That is everything I ask you to do. Awe, grandchild. Flash had long. Oh no, we have a problem. Remember how we lost the elephants and all but one rhino? You know what the problem was, don't you? Poachers. They littered the reserve with traps. The Vusha, the eastern land, was hit hardest. My crew helped the police push these poachers out of the Vusha, but they left so many traps behind, no matter how many we've cleared, we keep finding more. A junior guide spotted a few of these traps not far from where you started. Could you kindly clear them out? Okay, it's time for business, which is fine. Thank you.
En zie degene zo hier verschillen. Ik heb best een stukje keieren nu. Oké. Kijk wat die zo kan gaan. Gaat niet op deze kant op. Volgens mij dat nu al meer afgeschoten dan ik de vorige keer toen ik deze game speelde. Trek ze wat erop hier. Goed, oké. Dan gaan we nog verder. Basecamp.
echt een oracle bij die springbok, maar... Even kijken, zien. Zo'n huiskut kan ik ook niet. Our old friend, the Prawn King Springbok. Harvesting springbok is a reliable way to feed local markets and prevent overgrazing, if you can catch them. Dingetje op kunnen zetten. Je bent aan wachten. This chipene, you call it the Gemsbok or South African oryx, is a major target for hunters and poachers. Their horns fetch a deluxe price. Despite that threat, they've lost so many natural predators, their population is booming at an unsustainable rate. Mijn andere woorden tot nu toe, alle beesten wat hier ook in dit reservaat mogen neerzetten. Remove poacher traps. Okay. Where can the traps? Ze zal wel in het ander zitten. Thank you.
Versterkt dat die weggaat. Kerst misschien. Nou, we kunnen gebruiken, maar... Moet ik hebben. Serieus? Wat? Ik vind het toch echt dat ik hem zag omvallen, eerlijk gezegd. Die loopt nog ver. Waarschijnlijk niet in de draak. Ah, daar ligt hij toch. Die is nog ver gerend, ondanks dat ik er linkerlong geraakt heb. Level up! Yay! Wacht. Goed daar. Ik moet daar een reetboot zetten. Maar. Schijnbaar hier bij het water zit een hunting structure. Zullen we daar ook even naar kijken? Maar heb ik al meer geschoten dan onze vorige playthrough. Deze keer. Misschien mag er weer wat lopen. Of 700, maar... Oh... Damn, dat zijn wel.
dat ga redden op deze afstand. Er zal mijn rug wel weg zijn. Oké, okay. Is het in ieder geval geen als je niet loopt. Dus in ieder geval dat altijd zo dat we weer 2 minuten in de klep hebben. Mocht je een keer missen. Oké, dan krijg je een achievement skill box van daar. Oh, je was goed. Gaan we nu kijken. Waar degene is die ik neergeschoten heb, / vlot wil. Dat is wel een eentje trouwens. Hier zie ik een bloedvlekje. Deze moet wel happen. Vital hit. Oké. Hierheen. Waarom krijg ik geen ding hierop? Moet deze net op zijn. Even een beetje onwaarschijnlijk, maar. Misschien deze kant laten schijnen. Moet ver weg zijn. Dat is een vital hit is. Moet ik daar eens lotspellen tegenkomen. Dat zijn gewoon droppings. Ik moet gewoon een tweede plotspeller vinden. Zodat ik mijn target kan vinden. Dat is het grootste probleem.
shit om te onttrekken. Dat is ook wel fijn. Ik heb nog geen direction hiervan, hè? Deze. Zo, wacht. Deze dan, hè? Zo'n vital hit is dan ook niet super ver weg gaan om uit te stoppen, lijkt me. There you go, saving the savannah, one good deed at a time. Another good deed? Dat wel nog bij, zo te zien. Ik snap
Ja, het is echt fucked up warm buiten. Het is hier. Oh, ik ga even een refreshje, want dat is alweer een uur geleden. Het is nu 28 graden buiten. En momenteel kan ik het hier op 26 houden met. Op ronddeur open, ventilator aan en aan de andere kant van het appartement ook de ramen wagenwijd open. Vital hit. Een beetje schoon weg. Dat heb je eens in die bush kunnen. 6 was mijn thema. Ja, dat is zo niet. In de hop die is sowieso goed, hè? Ach, hier is het laatste. With so many good deeds, the animals are going to like you. I can tell. That's just a taste of the warden's work here in the Vusha. There are other regions to explore. But if you want to stay here, make yourself useful. Check your mission log for assignments. If you would rather continue exploring Boronga, head to my wishing tree, marked on your map. There's something important you must do before we go much further. Nee, dan gaan we deze weer kijken. Vital hit. Fresh. Dat kan kloppen. Dan zie ik al deze tanks die ik al eerder bekeken heb. Maar ik heb geen idee waar die kill is. The problems facing this reserve go beyond poachers and aging wardens. There are bad spirits, Iloko, bringing mischief and misfortune. They only come because our ancestors are so angry with the state of this place. We need to make an effort to appease them. Dat een ander gebied dat terug zijn.
En dan ineens haakt ze aan de kant. Oké. Ik snap er helemaal niet van. Eens krijg je hier ook geen echte directie. Zie je hier eens wat woords. Ik snap het niet. Sowieso kan ik een vital hit hebben en beest en god weet hoe ver weg. Die kan dan ook al dus. Waar is het niks? Oké, wacht. Gaat het fluit hier? Zo te zien niet. Multiplayer. Reserve. Goed. Oh, wat creatief. De Savannah. Oh, 8 is max. Private. Hello vehicles. Ja, maar wel. Oh, dan beginnen we hier. Oké. Okay. Even kijken. We hebben nu
van 5 moeten we. Die hebben. Nee. Oh, ja, staan we wel kijken. Dan moeten we level 11 er zijn van die. Holy crap. Challenges. Physical points on spenderen. Oh, waarom zegt hij dat hoger dan 0? Really spent. Zo, dit. Verder weten. Is dat iets? Dat lijkt me niet makkelijk. Oh. Die heb ik gewoon niet. Hij heeft in de hand. Gewoon even trekken. Dat lijkt me slimmer. Ik ga 52 inzetten, oké. Okay. Is dat dan? Oké. Okay. Dus multiplayer is gewoon echt rondkomen zonder. Dingen. Dat is niet erg. Hier hebben we een vraagteken. Dus hier uit, ik denk wel, dat is een kracht die op. Dus de PC van dat boel die gast niet meer eigen gaat. Punten voor ben je niet op tegen. Of je hier naar het zwaard heeft. Doe eerst even kijken wat dat is. Kijk, daar moet je wel voor een trek op te krijgen.
rust structure. Loopt hij in zijn winterkleren midden in de woestijn. Zie jij die waypoints? Wacht, is verkeerd. Oh. Wacht, ik zal de map openen. Hier zijn wij. Dus als je door het hoge gras zou je daar bij outpost uit moeten komen. Dus als je hier de weg eigenlijk volgt, ik ga hem wel een keer weg. Zie. Zo, dus dat een beetje noord met een beetje noordwest. Kijken mooi. Iets meer naar het noordoosten. Of naar het noordwesten, sorry. Thank you.
That's unmistakably lesser kudu. But there's nothing lesser about these antelope. They are sweet, peaceful souls, laid back and a bit shy, so you'll have to work for them. Very fresh. Ja, dan loop je terug. Fresh good.
Zoveel thuis. Momenteel bij mij 27 graden als het hier binnen. En buiten is het 29 graden. Het gaat veel erger worden aankomende week. In ieder geval eens even gaan bedenken wat ik aankomende week ga spelen, want het gaan denk ik allemaal rustige games worden. Wat je kunnen dat beest.
Dat is een kopje in de stuit, dus oorlog. Op Salamak. Dat is weer een heel ander verwijding. Zijn dus als de volkensen. Al hier is goed geweest en nog gaan we niet komen. Het is wel stop hoor. Oké, stopt ook alweer het spoor. Ja, dit stopt. Mm-hmm.
tijd, dus zal hier maar weer stil zijn. Mijn spook heeft eigenlijk ook een stop zullen zien. Niet. We zullen een spook, dus die trok is uit. Ik heb er niet bij. Dat hangt van de week ook gewoon eerst zijn. Ondanks dat dan misschien 38 graden is, als het dan een beetje zo blijft waaien. Dan overleef ik het misschien. Zijn we aan mellen. Mellen van de deur. Dus soms staat u momenteel aan, op de zijkant van het flatgebouw. Dus ik heb mijn balkondeur nog over. Ja, als de zon aan de voorkant staat, moet ik het dicht maken. Anders kijk ik vals licht hier binnen. Ik ga even greenscreen helemaal flippen en zo. Waarschijnlijk. Kijk wel eventjes. Zolang die wind er nog een beetje is, dan heb je geur. Het is 2 graden koeler hier binnen dan buiten, dus ja. Weinig zin om dan de zaak dicht te gaan doen. Dat was de trek die ik had. Deze lijkt spontaan. Op te houden. Dat sowieso, plus ik zit recht onder een plat dak. Hi. Serieus? Ja, wie zegt dat ik jou niet geraakt heb? Ik heb jou wel geraakt. Oh. Wat sta jij daar nog stil? En ook jij rent gewoon weg. God. Leg dus waar ik een... zien te fixen. Dit vind ik zo verband. Dan heb je hier die Lotspet Vital Hit. En je hebt er geen koers bij. Daar ligt mijn bol. Flash left Capula and the left lung.
waar de plek van die bok is die ik geraakt heb. Maar ik denk dat hier niet heel veel meer in de buurt zit op het moment. Ik denk dat wat gaat crashen. Ik denk, confirm, ik denk springbok en ik zie een bol. Ik denk, hier klopt iets niet. Weet ik alleen niet. Is die sessie nog, Mark? Oké. Eens even kijken of ik hem kan vinden. Echt service? Oh ja, tuurlijk. Nee, ik zou het veel niet hebben. Ah, dan zit hij wel op 0 van 3. Oh. Moet ook claimen, maar er valt niks te claimen. Nee, ik ga die kant op. Kijk, lekker. Ja, ik begin weer op nul. ik had een bokje ik had een bol neergeschoten, die had ik geclaimd. En ik had een bokje neergeschoten. Ja, die was ik aan het zoeken, die had ik geraakt. Even kijken of ik een andere rifle kan halen trouwens. Waar wat meer power op zit. Of andere boots ofzo. Niet meest dat ik een bokje niet zo neer kan schieten. Wat voor een rifle hebben we? We hebben een Ranger 243. Er staat niet bij wat voor punch dat hij heeft eigenlijk. Een dikke backing. Oh. Ja, dat zou goed kunnen. Nou ja, we hebben nou die softpoint, hè. Penetration. Effective range 150 meter. Huh. Dus moet alleen die rifle score nog omhoog verdiepen. Dit maar. Penetration 10. Oh, wacht, daar staat weapon class bij. Of 2. Nee, de punt 2, 2, 3 is allemaal lager. Als ik dat zo zie. Dus we hebben alleen deze twee.
Deze heeft al wat meer penetration, maar minder expansion. Hij laat natuurlijk ook alleen de ammo zien van de rifles die we kunnen kopen. Ja, zie je, want hier heb je een 270. Dus ik denk dat we onszelf het gewoon moeilijk aan het maken zijn om hier te zijn. Oké. Het is niet dat ze bij mij... Graag ze bijvoorbeeld net ook, graag ze twee vitale parts. En dan gaat die even weg. Dat is een beetje waar ik mee zit. Ik kan me van de vorige keer... Ja, het ligt me net aan waar je me raakt natuurlijk. Wil die wolfkok die rende niet heel ver weg meer. Dus dat snap ik nog als je allebei de longen raakt. Dat hij niet heel ver meer rent. Alleen die pop die rent zo godsgruwelijk ver weg altijd. Nou, Springbok van 86, Wolfdog van 421. Dat betekent dat je punt 2, of, 270 kunt halen waarschijnlijk. Als je terug hebt naar dingen. Got the hunter's sense. Follow those strikes. ik zag dat je schoot, want er kwam ineens een hele hoop op mij afgerend. Daar heb ik wel eentje van kunnen raken, maar... Ik ben alweer een kilometer achter me aan het raken. Dus dat zal niet heel veel punten zijn. Ah, hier ligt hij. Goed, die heb ik in zijn spine geraakt. Nee, ik zit niet in singleplayer, jongen. Oké, wacht. Dan kunnen we het uit. Oh, only the host may start again. Just now, dat kan nooit heel ver weg zijn dan.
Ik snap niet wat je daar bedoelt, Vatens. Nee, ik ben gewoon online, maar ik kon mij ook joinen. En dan houdt de trekker op. God. Dus op mijn momenteel ook event. Ik was de host, maar ik crashte net, dus Mark is automatisch host geworden. Hornkool. Hornkool, dat is nu niet in de buurt. Ik ben een kruim. Je moet ook niet zoeken. Je moet de chat lezen. Mm-hmm.
Even kijken. Oh, die heb ik natuurlijk niet. Wacht, die moet ik natuurlijk ook eerst staan op slepen. Waarom ga ik jou niet trekken? Daarachter gaan we er een op. Ja, dat is goed, dat net achter de berg.